Een vrouw kan ook gewoon zo wild zijn en nog steeds van gedachten veranderen en zeggen: eindstand, nee, ik wil het nog niet. Ze kan helemaal poedelnaakt voor jou staan. En nog steeds op het laatste moment zeggen: ik wil het toch niet. En dan kan je boos zijn of verdrietig, ik weet niet wat je voelt, maar haar nee is nee. Love Line en ik zit hier vandaag met I am Aisha. Dus vandaag kwam jij hier hè? en toen realiseerde ik me van, hoe lang jij in de game bent eigenlijk. Mm -hmm. Want uh, ik moest terugspoelen uh, naar het moment dat jij mij opviel. Okay. En toen kwam ik eruit van, dat is al zeker langer dan tien jaar geleden en dat was met een pokko. Okay. Ik weet niet eens of het de officiële track was, ik weet dat ik het hoorde en ik dacht, wow wie is dat? Mm -hmm. Weet je hoe die pokko ging? Nee. En ik wil daarna het verhaal van die pokkoe horen. Maar okay. ik, ik zit ook trouwens hier uh, 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 weg te uh, duwen of ik wel moet zingen, ja of nee. Ik ga het toch doen. <laughs> uh, okay. Maar die pokkoe ging zo. Raak me aan, mis geen enkel plekje. Yeah. Raak me aan, uh -huh. ontdek me frikie plekjes. Ja? Yeah? Jij bent heel die pokkoe vergeten. Het is zo oud. Ja, zie je? Dat is wel hard, dat is een harde pokkoe. Hier. En dat vond ik dus ook. Yeah. Gelijk opzoeken en kijk hoe oldschool. Via mm. PP2G. Toen dacht ik, oh, en zo ziet ze eruit. En daar herkende ik een beetje van, might be a star. Right. Nou, en als we tien jaar verder zijn en nou, je bent nog steeds in de game yeah. en knallen, yeah. dan was dat geen gekke uh, gedachte, toch? Wauw. Maar je kan me dus ook niks vertellen over die pokko die ik toen ja, zo vond Dat ik wel. Ik had, een, uh, ik had het gemaakt in Rotterdam. Oké. Okay. Met Ryan Lisse en ik ben zijn naam kwijt van zijn compagnon destijds. Jay was ook erop, hè? Jay... Jay. Ik kwam Jay tegen bij, uh, in de stad ergens rond. Mm -hmm. En ik zei van, ik wil muziek met jou maken. En hij zei, wat heb je al gedaan dan? Ik zeg, ja, niks. Nog niets. Maar. Ik ben hard. Ik ben hard, ja, en Ik wil <laughs> muziek met jou maken. En toen zei hij, je moet eerst kilometers maken. Je kan niet zomaar op een trek met mij. Dus, dus Jay kwam uh, als een hele ster op je? Gelijk. Hij <laughs> ja, was het ook. Ja, ja, ja. Dus ik zei: Oké, okay, is goed. Uh. Twee weken later, Jay op die trek. Ja, ja, nou dope. <laughs> weet je hoe? Uh, volgens mij gingen we, ik weet niet toen, het, vroeger uh, toen ik nog rookte, gingen we naar de koffieshop shop of zo. Ja. En, uh, want we waren gewoon vriendengroepen met z'n allen. Mm -hmm. Adje, Jay, noem maar op. Rivers. En uh, we reden en. Jay hoorde die pokkel, want ik draaide het in mijn auto. Ja. En toen zei hij niks. Toen zei hij, kan je het even op repeat zetten? Ja, ja, ja. ja, ja. Toen zei ik, oké. Okay. Had ik het weer op play gedrukt. En na de tweede rondje zei hij, ik wil op deze pokkel. Kijk. En dat was twee weken daarvoor ja. dat hij zei, je moet eerst kilometers maken. Oké. Okay. Hey, maar als je die pokoe nog kent, ga even uh, op YouTube checken, want is daar hoor het je het is er nog. Oh, ik zei, dus vanochtend okay. ging ik hem draaien en zei, oh ja, Ooh. deze pokoe. En ik weet niet eens hoe ik het toen aankwam. Ik weet niet, uh, illegaal gedownload of weet ik wat toen allemaal kwam. Op zijn kon. kanaal staat dat? I, I have no idea. Ik oh, mijn god, ik, ma ik, ik maak iemand fire hier. <laughs> Ga <Gaat> snel <laughs> luisteren voordat het wordt verwijderd. Voor voor Raak me aan. <laughs> nee, maar doof. En nogmaals, ik ben een heavy RB lover. Ja. Want dat soort pokkus is ook van die tijd. Ja. Uh, maar dat soort pokkus maak je niet meer. Niet per se. Nee. Huh? Ik vind het ook niet. Ja, het past ik, ook niet. Het is zo Nee, ik vind het wel mooi, maar ja, ik vind. Zeg maar, mijn stijl meer tussen zang en rap in het midden ergens. Ja. Melodieus, maar ja. voor echt RB moet je wel echt zingen, vind ik. Ja, ja, ja. Dat is meer een soort chanet of zo. Oh ja, zo streng ben jij uh, uh, ja, over RB. Ik vind niet dat iedereen zomaar RB kan uh, aanraken. Oké, okay. nee, eens. Eens. Hey, ik maak geen grap met RB nogmaals. Van mij heb ik dat drie keer gezegd. Zo erg meen ik het. Hey, doop dat je er bent. Ik wil beter kennis met jou maken. En uh, dat wil ik eigenlijk doen door een paar vragen aan jou te stellen. of eigenlijk een paar zinnen voor jou te droppen. En dan wil ik dat jij ze afmaakt. Okay. Gewoon eigenlijk random zinnen, maar die mij veel zeggen over een persoon, in dit geval jou. Okay. Yeah? Uh, 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 en gooi het op me, whatever het antwoord okay. is. Yeah? You ready? Dan gooi ik de eerste op jou. Dit over mij hoor ik vaker, maar is absoluut niet waar. Ze dachten dat ik uh, langer was. Of net korter. <laughs> langer of korter. <laughs> Mensen dachten dat je langer of korter was ja, en beide ja. zijn niet waar. Mm -hmm. ja oh, Dat hoor je vaak. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. Ja, wie ben ik om over kort te praten? Dus ik had dat niet. <laughs> uh, ik zal nooit iemand daten die. Niet van God houdt. Eh. Hmm. Uh, Are you in into geloof? Nee, ik hou niet zo van religie. Ik hou gewoon van God. Nee, nee, nee. Ik zeg geloof. Religie is weer helemaal wat anders. Ja, ik ben wel Dus ja. Ja. Dus als diegene je goed prikkelt in je hart, laat je goed voelen over jezelf, is sincere, oprecht alles. Maar dan blijkt diegene niet in God te geloven, is een goed mens. Maar gelooft gewoon simpelweg niet in God om uh, wat voor reden ook. Dan dus zeg je, oké, okay, maar dan gaat het hem niet worden. For real? Is dat al mogen meemaken? Ja, nee, ik heb wel gewoon een relatie gehad en het getest toch? Dat, dat gaat wel werken, gaat niet werken. Oké, okay. want? Diegene gaat naar de hel of jij wil niet mee? Nee, dat is een beetje te diep, maar het is gewoon uh, bepaalde normen en waarden en ook gewoon, ja, het is oh, goed, snap je? Dus het is gewoon belangrijk voor mij. Ja, nee, absoluut. Weet je waarom ik het vraag? Omdat mijn interesse daar ook daar liggen en ik heb me die, uh, die vraag vaker aan mezelf gesteld. Okay. Uh, want ik geloof ook, heavy. Zonder gaddo beweegt niks. Zonder beweegt niks van mij. Maar ik zou wel kunnen gaan met iemand die een goed mens is, goede bedoelingen heeft, maar niet per se in God gelooft. Dus dan voer ik me af. Zou wel werken bij mij. Ja. Zie je? Zo leer ik je kennen, hoe je denkt. En wat een absolute no-no is en wat wel wer werkt voor jou. I am Aisha. Ik ben op mij wild wanneer ik... Thuis ben. Moet je alleen zijn? Ik hoef niet alleen is te zijn. Is er een bepaalde crew moet te zijn? zijn. <laughs> en je moet, da daar zit het hem in? Ja, ik moet gewoon met mijn people zijn. Oké, okay, oké. Okay. Met je people, thuis, comfortable. Mm -hmm. Oké, okay, waar is thuis? Amsterdam. Damsko. Mm -hmm. Oké, okay, dan check. Ik ben niet de perfecte vrouw, maar als er één ding over mij gezegd mag worden... Je gaat me niet zeggen, hé, hey, je ging al fout, ben. ik ben niet de perfecte vrouw. Ik ja. ben perfect, samsangai. Ja, nee, grapje, okay. mm -hmm. <laughs> Ja, nee, maar we gaan ervan uit dat je niet de perfecte vrouw ja. bent. Maar als er één ding over mij gezegd mag worden, dan is dat... Ik ben eerlijk. Je bent eerlijk? Mm -hmm. Oké. Okay. Mooie geschap. Mm -hmm. Misschien... Het hangt ervan af. Hoezo? Soms is het niet altijd fijn als iemand super eerlijk is. Fijn voor jou of fijn voor anderen? Voor anderen. Ja, ja. Oké. Okay. Ik persoonlijk kan het wel waarderen. Totdat ik iets zeg wat je gewoon raakt van binnen. Alles, alles, alles wat hier in dit gesprek op je hart komt, beer het gewoon voor me. Oké. Okay. Ja? Yeah? I love it. Eerlijkheid is moeilijk te vinden. Is iets wat ik heel erg kan waarderen, by the way. Daar ga ik een keuze voor je zetten. Yeah? Okay. Als je moest kiezen tussen een uh, last, uh, 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 man met een lastige ex. Uh -huh. Of een man met een lastig kind. Ex. Beste. <laughs> toch wel? Ja, want het is sowieso mijn kind niet. Dus ik ga sowieso afstand houden en ik ga niet, uh, ik bedoel, niet afstand houden als in een band creëren, maar meer uh, disciplinair, snap je? Ga je niet zomaar overal kunnen gaan, want het is jouw kind niet. Nee, klopt. Dus dat gaat echt lastig worden. Juist, is toch lastig, dat lastig kind? Ja, en dan heb je ook te dealen met die moeder van het kind. En dus is het al dubbel lastig. Dus als ik dat kind kan elimineren. en alleen dealen met een lastige ex. Ja. waar hij geen kinderen mee heeft. Maar, is makkelijk. Maar hoe zie je dat jij dat kind gaat elimineren.? Als het is, dus hij houdt van dat kind, hè? Nee, nee, ik bedoel, ik moet, kie ik moet kiezen, toch? Ja, ja, voor zeker. Voor een man met een lastige ex. en niet een man met een Tra lastig kind. Oh je, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Dus die situatie bestaat niet. Oké. Okay. <laughs> Moeilijk, trouwens, zit ik te denken zo. Nee, ja. <laughs> Moeilijk, ja. Nee, maar je maakt je keuze. Ja, toch? Mm -hmm. Dit is wat ik van je wil weten. Okay. De fase van je leven waarin je nu zit, waar heb jij het meest behoefte aan? Gewoon happiness. Dat ben ik ook, happy. Dus ik heb behoefte aan dat het zo blijft. En iedereen die in de weg staat van dat, moet aan de kant. Is dat de happiness level die je lang niet hebt meegemaakt? Nou, lang niet heb meegemaakt. Ik denk dat je gewoon, je leert jezelf beter kennen. En je begint ook meer daardoor te snappen dat, uh, ja, dat je gewoon niet leeft voor de, voor de mensen, maar voor jezelf. En daardoor kan je meer gelukkig zijn. En dat komt gewoon met tijd. Dus. En denk jij dat het nodig is voor jou om iemand, en dan hebben we het over de liefde, dat je iemand moet hebben in je leven? Uh, een liefde om gelukkig te kunnen zijn. Nee. Hoeft niet. Nee. Oké. Okay. Want, Want veel mensen denken dat, uh, Oké, okay, maar dan geef je je power aan die persoon. Nee, klopt, ja. Klopt, ja. Toch? Ja. Als diegene jou niet meer gelukkig kan maken... of diegene is niet meer zo grappig... of niet meer zo... dan valt je hele wereld in elkaar. Precies. Niet maar ik zeg dat omdat, omdat ik ook... Uh, ik, ik ken veel uh, verschillende soorten uh, mensen, vrouwen. Sterke vrouwen, uh, succesvolle vrouwen... Mm -hmm. En dan toch, laatst niet, niet om iemand met zijn toren te praten, maar toch was ik verrast dat uh, zo'n sterke vrouw bij een break-up helemaal uh, eigenlijk uh, gevloerd was. Gevloerd is, by the way. Ja, en dat is van. normaal. En dat bedoel ik dus. Dat, maar dat, hoe lang blijf je gevloerd? Dat is een goede ja. Hoe lang blijf je zo gevloerd? Want ik vind dat je wel een paar dagen mag gevloerd zijn. Mm. Want het zijn gewoon emoties. Je houdt van iemand. Maar daarna is het wel tijd om jezelf op te pakken. Je klinkt alsof je het hebt ervaren. He? Ja, He? tuurlijk. Iedereen, denk ik. Ja, ja. Toch? Ja. En wat was het langste dat je, zeg maar, gevloerd was? Wow. We praten over heel lang geleden, hè? Hoe lang geleden? Nou, 2005 ah. of zo, zes, weet ik niet. Zoiets rond en om die tijden. Oké. Okay. Wel een maand of zo. Ja, zie je, dat is toch lang, dat is wat ik bedoel. Ja, maar het is. Het, hey. Kijk, weet je wat het is? Je leert daarvan. Als je dat nooit hebt meegemaakt, dan weet je ook niet van. Zo gaat het eigenlijk eruit zien ja. daarna. Snap je wat ik bedoel? Je moet het mm. eerst meemaken om te kunnen snappen hoe het eigenlijk kan zijn. En in die periode heb ik geleerd om hoe ik poker moet spelen. Dus het was eigenlijk win-win. Dus ik had liefdesverdriet. Ja dus ik zat vast in, een, in mijn computer ik wou niet naar buiten ik wou alleen met mijn computer chillen oh ja. en op die computer kwam ik op pokerstars oh letterlijk poker letterlijk poker <laughs> ik denk symbolisch pokeren. Nee, nee, letterlijk pokeren. Letterlijk pokeren letterlijk pokeren ja 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 oké okay. en toen kwam ik erachter dat ik best wel goed was oh oké okay. is je dan gelukkig Bro, dus dat komt door oh serieus dat, ja snap je dus dat okay. komt door zo dus die break-up. Dus dank je wel, dat was. Mm -hmm. Oké, okay. ben oh, je, je dus pro-poker? Ja, maar wat is pro? Ik bedoel, ja. Ik noem mezelf pro. Ja, nee, ik. weet ik, niet ik, wat ik, de ik, definitie ik, ik, eigenlijk ik, is. Ik <laughs> zie ze behoorlijke prijzen uitdelen op die uh, pokertoernooien op televisie. Ja, ik heb wel een paar grote toernooien gespeeld. Oh nee, dat is dope. Oké, mm -hmm. mm -hmm. oké. Okay, okay. Zo ben je ermee omgegaan. Ja. Maar je zat een maandje in een break-up. Ja. Mm -hmm. Ja, maar ja, ik weet niet joh. we gingen ook vijf jaar met elkaar of zo En ik dacht dat we gingen trouwen in, zo. Dat had ik mezelf al verteld in mijn hoofd, hè? dat bedoel ik. Oh ja, nee zie je? Ja. Dat was wel een serieus ding. En als dat knalt, dan kan je achteraf zeggen, je leert ervan. Maar tijdens was je ja. off, neem ik aan. Helemaal off. Ja. Oké. Okay. iboom Ja. Oké. Okay. en je hebt ook een track hè? Uh, ik, 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 ik ben een oldschool dude, dus ik praat weer over een oldschool track. Uh, bitches. Oeh, of je, jij en je bitches. afkraken Echt waar? Waarom? Ze zeiden: wat is dit voor slecht niet? Wat, wat, wat vonden ze slecht eraan? De, de tekst, de, de, de beat, de text, de, 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 alles. Echt waar? Zeg ze nou bitches of zeg ze nou beertjes? Ik ben met mijn beertjes. Of for real? <laughs> <laughs> ik ben met mijn beertjes. Dat moet ik nog een keer aan gaan luisteren, Maar dat had ik niet. Ik had gelijk door, want ik ging dus luisteren. Ik ben in helemaal im i, am I mode natuurlijk. Okay. Dus ik ga zo meteen. Hé, hey, bitches. Nee, dat is mijn enige track op YouTube waar, iedereen, YouTube waar iedereen duimpjes omlaag Of voor real? Ja. Nou, ik vond het ik vond inhoudelijk in ieder geval. Zie maar nu ga je, maar nu ga je me beïnvloeden, want nu ga ik anders daarna luisteren. Ja, ik, moet je ik Ik had doen. dat in ieder geval niet. Beertjes, nee. Die pokoe. Bitches, jij en je bitches, mm -hmm. rol je zo met een klik met chicks? <laughs> nee, ik heb wel gewoon vriendinnen. Mm -hmm. Maar dat was ook een andere tijd, hè? Ja, dat is een andere tijd. Volgens mij is dat al zeven jaar geleden waar we over hebben. Ja, meer. Maar die, maar die tijd dan, rolde je wel zo? Hoe ouder je wordt, hoe meer mensen afvallen, hè? Dat is uh, normaal. Ik had, uh, ik had vroeger wel echt een echte goede klik, ja. Maar die heb je moeten laten gaan. Je wordt ouder, toch? Je gaat andere dingen doen. Klopt. Sommige mensen blijven smokkelen, andere mensen worden slim. Oh ja, want ik hoorde je net zeggen, vroeger bloot je dus. Maar ja, ja, maar altijd... niet letterlijk smokkel, maar gewoon sommige mensen blijven smokkelen en sommige mensen. Oké, okay, dat is een soort damsgo slang want ik begrijp nu wat je bedoelt. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar ik, denk, ik heb wel een idee wat je bedoelt. Maar ja. jij bent niet meer smokkel, jij bent kleer, helder. En, uh, Juist. Ja, ja, ja. ja. Okay, heb okay. je dat niet met je vriendengroep gro van vroeger? Oh, dat ik zie het in hoofd gaat. Goed, gaat iets doen met zijn leven en de andere ja. helft blijft nog steeds ja. gewoon niks doen. Kijk, vriendschap is ook liefde. En in de vriendschap, inderdaad, op een gegeven moment komt, kan een punt komen dat je zegt: we zijn niet meer voor elkaar. Right. Weet je? We, zijn niet, we doen hele andere dingen op mm -hmm. een hele andere golflengte. Mm -hmm. Ja, ja, klopt. En als je echt een bent, dan moet je gewoon dat kunnen zeggen zonder uh, bief. Yeah. Tenminste, je hoeft het misschien eens te zeggen, nee. maar je gaat uit elkaar en right. dan begrijp je van: oh ja, nee, werkelijk, mm -hmm. we passen niet meer. Maar even gebaseerd op. Uh, uh, toen, toen je nog met een klik rolde. Okay. Want dit is die tori. Ik in al mijn naïviteit, niet eens uh, naïviteit, maar omdat ik me er niet mee bezig hou. Uh, heb ik even over het hoofd gezien dat net als bij ons mannen, hoe wij bro-coach hebben, mm -hmm. zijn er ook girl-coach. Okay. Heb ik me nog nooit mee bezig... Is dat zo of niet? Zeker. Werkten jullie niet met girl-coach toen? Werken je nog steeds met girl-coach? Yeah. Ja. Oké, okay, zo so even, even, even uit je hoofd. Wat is de uh, uh, number one girl-coach die bij je opkomt dan? Nou, bijvoorbeeld niet uh, met de ex van mijn vriendin uh, bemoeien of zo. Die, oké. Okay. Dat is ook bij bro-coach zo'n naam. Oké, okay. goeie. Daar heb ik een paar voor je. Dan moet je maar zeggen... De... Het is eigenlijk een vraag die ik heb over girl-coach, ja? Okay. Dus die tijd, jij en je bitches. Jullie zijn nog cool. Iedereen is smokkel. Of niet smokkel. Mm -hmm. <laughs> uh, jij had het over een ex, maar een crush dan. Jouw girl heeft een crush. Iedereen weet, inclusief zij, die crush moet niets van haar... Mm -hmm. Maar hij, wilt, hij loert mee jou eigenlijk. Volgens Girlcode. Mag je daar gaan? Ik weet niet of dat Girlcode is. Ik denk dat je het gewoon... Dat verschilt gewoon per vriendschap. Moet je dat gewoon bespreken onderling. Nou, jullie zijn tijd. Dit is jouw klik. Ja, bitches. Kijk, als zij zegt van... Ik wil niet uh, dat je met hem uh, omgaat... Ook al wil hij haar niet, dan doe ik het niet. Maar als hij dus daar niets over zegt? Het is ook afhankelijk van de persoon die hij Ik ga het sowieso bespreken met haar, want zij heeft een crush op hem toch? Ja. Dus ik ga het sowieso met haar bespreken. Oké, okay. en dat is dan een gulko: dat je het bespreekt. Vind ik wel. Oké. Okay. Ja. ja, vind Zie je? ik wel. I'm learning. Ja, vind ik wel. Anders is het gewoon you don't care. Hé, hey, maar je was snel om deze gelijk te beargumenteren. Heb je deze meegemaakt? Nee. Niet? Oké, okay, oké. Okay. We hebben het over de crush. De broer van je vriendin. De broer. En we're talking about real love. He? Niet gewoon even een nighttory. Gewoon van hey, dit lijkt echt wat te kunnen zijn. Uh, volgens girlcode. Ik vind Mag dat de... daar niks mis mee is, hè? Hoezo kan je niet met de broer van je vriendin? Ik weet het niet. Ik vraag het je. Tenzij je vriendin er helemaal kapot aan gaat. Maar dan wil ik ook wel echt een goede reden hebben. Waarom? Ja. Niet gewoon. Dat het mijn broer is. Ja, okay. Nee, precies, dat is de reden omdat dat het mijn broer is. Niet goed is. genoeg. Nee, je moet echt met een, like, een legit reden komen. Dan kan ik het wel respecteren. Oké. Okay. Ja, want bij bro is het zusje eigenlijk een no-go. Kijk, ik heb geen zusje. Maar mijn matties met zusjes zeggen mij altijd... Ja. No mang, no good eh? Maakt niet uit wat. Dat vind ik ook een beetje... Nee, het moet een legit reden zijn als die... Is als, mijn zusje, als het, is mijn kleine zusje. Maar wat zusje. nou als, als hij echt met haar wilt... Verloven en trouwen. Ja, dat Wat zei ik dus probleem. ook. Ja. <laughs> nee, dat mocht niet baten. Nee, dat, 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 dat blijkt me. Oké. Okay. Nou ja, okay. Maar bij vrouwen, tenminste, ja, jij zegt Loco heeft niks met girlcoating te maken. Als er niks mis mee is of dan moet je me echt een reden zeggen waarom ja, dan ik niet. Ja, je moet echt een reden weten. Maar omdat het mijn broer is of broertje is niet genoeg. Nee. Over girlcoats. Doen meisjes aan kiss en tel. Onderling? Onderling, ja. Zeker. Zeker weten, hè? Ja. Onderling wel, ja. Eigenlijk weet ik dat antwoord. Vrouwen praten veel, gewoon klaar. Mannen praten meer. Dan vrouwen? Zeker. Waarom zeg je dat? Omdat het 100% feit is. Waar baseer je dat op? Schat, ik, ik werk in een mannenwereld. Dus als ik in een studio zit of whatever, ik hoor veel meer mannen praten dan uh, vrouwen. Hoor. Oh, dat is een goede argument. En vooral over maar... dat soort dingen. En waar jij dan bij bent, waarvan ze weten. Dus ze ja. zien je als een van de boys. Zeker weten. En je hoort dat allemaal voorbij komen. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, misschien verschilt dat dan per groep. Mm -hmm. Oké. Okay. En ook omdat we zijn natuurlijk close, hè. Als ik gewoon voor Juist. de eerste keer in die studio ben, dan zullen mensen niet zo gauw... Nee, oké, okay, dat, dat wilde ik horen. Als je al jaren met elkaar omgaat, muziek maakt, je bent gewoon in de cirkel. Mm -hmm. Dan hoor je echt veel. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> ja. Maar dan kan ik me voorstellen dat jij dingen voorbij hoort komen. Dat je denkt: hé, hey, mannen zijn echt. Mannen zijn echt creeps eigenlijk. Ja. Of omgekeerd, die dingen die je hoort van vrouwen. Ook. Dat je zegt van die vrouwen zijn nasty. Ook. Toch? Ja. Ik heb ook heel veel walk of shame's meegemaakt. <laughs> oh, die. Daar ben je dan gewoon bij. Ja. Zelfs zij zien jou als een van de boys. Nee, maar ze, ze, vinden, ze zijn gewoon zo fan van diegene. dat ze, het maakt er niet, maakt niet uit dat ik daar zit. Dat is interessant natuurlijk. Ik vergeet dat element. Jij zit natuurlijk in de, in, in de music ja. scene. Ja. Wat, wat uh, kleurrijker is dan ja. werken op kantoor. Uh -huh. Dat was ik even vergeten. Oké, okay, en jij ziet dat gewoon. Uh -huh. Maar guess what? En daarmee is die zeker eigenlijk rond. Jij doet niet aan kiss and tell, jij houdt het voor je. Of vertel je wel van, ey, ik zag zo'n chick bij je. Uh... Nee, dat is geen kiss en tell, dat is gewoon roddelen. Nee, klopt, dat is kiss roddelen. And tell dat klopt, ja, mijn ja eigen dat Je eigen verhaal. Deelen ja, 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 met ja, klop, mijn klop. Klop. ja. Ik wijk helemaal over af, over maar anderen. dat is roddelen, maar dat doe je ook niet, of wel? Ik vind het niet. Dat, uh, het liefst praat ik gewoon over andere dingen. Leuke dingen. En heb je dan ook een meid gezien die je kent, waarvan je dacht gewoon, hé. Hey. Uh, nou, kent van gezicht of zo, ja. ja. Mm -hmm. Backstage gebeurt veel, hè? Ja, ja, ja. Mm -hmm. Dus als nu een meid achter uh, de, de, de koers vandaan zou komen. Je zou niet schrikken, Tjintori. Ja, nee, maar dat is mijn zaak toch niet? <laughs> ik weet niet. is, dat niet. <laughs> is niet mijn zaak. Oké, okay, oké. Okay. Ik, ik zie veel je gezien. Het ja. is niet mijn zaak, ja. Ja, ja, ja. Eén van de boys. Oeh, wat een gevaarlijke positie. Uh, maar ik die. heb ook veel vrouwen geholpen. Oh, waar het, waar het een beetje eng werd? Uh, niet eng, maar gewoon disrespectful. Ja, oké. Okay. We gaan het niet zo zwaar nemen. disrespectvol. Oh, dat is ja. dope. Daar kom je op, voor ze. Zeker, tuurlijk. Waarom denk je dat je tegen een vrouw kan praten op een bepaalde manier als ik in de room ben? Ga niet. Oh, Oké, okay. dat vind ik dope om te horen, ja. ja, 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 ja. En zelfs als zo'n meisje het, uh, of vrouw het toelaat? Dat boeit me niet. Je moet gewoon jou op, op, en op een bepaalde manier met een vrouw praten. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Als ik erbij ben. Als je alleen op de kamer bent, weet ik het niet. moet je zelf weten. Ik ben er niet. Uh. Maar als ik erbij ben ga je iemand gewoon bij de naam noemen of whatever. whatever geen bitch of whatever ik ben met mijn bitches <laughs> nee maar ik snap ik wat ik bedoel ja yeah, ik get het ja 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 ik weet niet nee dat is goed om te horen mm -hmm. want wat heel erg dus uh, uh, talk of the day of the year eigenlijk was en mm -hmm. vorig jaar was natuurlijk dat grensoverschrijdende waar iedereen het over had mm -hmm. maar iets wat daar tegenaan komt zal je ook wel hebben gezien af en toe of niet gezien denk ik of gehoord. Eerder gehoord, ja. Mm -hmm. ik, ik voel niet alsof ik echt iets gezien heb. Hmm. Ja, ik vind het moeilijk. Ik vind het lastig om nu. Hè. Ja, is het ook. Maar goed om te horen, in ieder geval dat jij de erde doet hebt. Dat mocht dat in jouw omgeving gebeuren. You shut that shit down. Ja. Dat is in ieder geval uh, uh, wat ik, het idee wat ik nu krijg. Vooral als ik zie, kijk, het is een beetje dubbel. Uh -huh. Je moet het zo zien. Je hebt een meisje dat in, in de studio is gekomen... waarvan je gewoon ziet van... ze vindt het niet fijn, maar ze durft niet, niet te zeggen van... ik vind het niet fijn dat je me zo, zo roept... maar ik durf het niet te zeggen. Mm -hmm. Of je hebt gewoon een meisje die het fijn vindt dat ze zo wordt geroepen. Ja, die heb je ook. Ja, maar dan ga ik ook niet voor je opkomen... want je vindt het gewoon gezellig dat iemand je uit je naam roept. Kijk, maar dat is real talk, want... Ik ben niet van de, het politiek correct hoor. Ik ben, ik ben wel van uh, uh, weet je, gerechtigheid en dat soort dingen. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar ik ga het juist zeggen omdat ik hier een vrouw tegenover me heb zitten. En eentje die niet op haar mondje is gevallen. Uh, ik zal je zeggen hoe ik dat zeg onder elkaar wanneer we met mannen zitten, uh -huh. want er lijkt net of we dan, uh, alsof we doen dat er geen hoogs bestaan of zo. Of slettenbakken. Zeg ik dan ik geks, ben ik dan vrij postig als ik dat zeg? Nee. Dat wilde ik je graag vragen als vrouw inderdaad. Want ik had het erover, maar er waren alleen mannen in de room. Uh, een slachtoffer is een slachtoffer, uiteraard. Altijd. Absoluut. En daar komt, daar komt iedereen voor op, ook een man. Altijd. Maar er zijn ook andere scenario's. Ja, en ik weet niet of ik het per se... Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Ja. Er was een meisje vroeger... Uh, ze was altijd met jongens bezig. Ze was 14 toen. We waren heel jong. Zij was 14. Wij waren ook rond die leeftijd, 12, misschien 14. En ze was altijd met jongens bezig van de hele buurt. En de hele buurt wist het. Ja? Op een gegeven moment loop ik op de wallen, jaren later. Wie zie ik achter het raam? Dat meisje. Dat meisje. En ik ben helemaal in shock. Dus ik denk. Ah! Wat moet ik doen? Ja. Moet ik groeten? Moet ik doorlopen? Ik dacht: nou, oké, okay, ik ga doorlopen, want het was ja. awkward. Ja. En zij doet de deur open. Aisha, waarom groet je me niet? Oh, <laughs> ik loop terug. Ik zeg ja. ja. Ik wist niet wat ik moest doen. En ik vind ja. het awkward. Ja, ja, ja. Ze zeggen: ja, maar ja, hoe gaat het? En zo lang niet gezien. Ja, goed. En met jou? Ik zeg: oké, okay, maar luister dan. <laughs> ja. Je doet dit gewoon serieus. Ja. Ik zag waarom doe je dit? Uh. Ze zegt ja. Voor die money. Uh. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. <laughs> yeah. Dat is een eerlijk antwoord voor de money. En toen ging ik terug naar vroeger toen we 14 waren. Toen dacht ik, dat deed oh, het ja. al. Oh, ja. Gratis. Ja. Met iedereen elke dag. Ja. Nu heeft ze er tenminste een beroep van gemaakt. Ik judge haar niet. Het is haar leven. Zij moet het oplossen met Garou laten. Doe wat je doet. Good luck, ik ga verder met mijn dag. Dus daarom zeg ik, als ik in een studio ben en er is zo een meisje net als haar. die het oh, gewoon super fijn vindt ja. om zo te moeven. Ja. ga ik niet aan Moeder uh, Teresa zijn? Oh, schat, waarom doe je dit? En oh, denk over je leven. Nee, want. Maar dan kom je ook nog judgmental over, by the way. Ik ja. ga dat niet doen. Ik ben ook gewoon aan het werk. Ja. Maar als ik een meisje zie wat binnenkomt. en je ziet het verschil meteen. Ja. Want zij is bang, ze durft niks te zeggen. Ze is naïef. Ze dacht van even leuk met ze die en die. Ze dacht gezellig, weet je weet wat ze dacht? Ja. Ik ben haar stem en ik neem het voor haar op. Ja. Ondanks je aan het werk bent. I don't care. Ja. Oké. Okay. Maar wat, het voorbeeld wat je daar geeft, kijk, zo, 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 zo meid dan. Uh, wat, wat dan tof is, jij duikt weg, terwijl je zou denken dat zij weg zou denken: oh shit, Aisha. Maar nee, dit is wat ik doe. Hé, hey, Aisha. Ja. Waarom kom je me niet ik groeten? Dacht, wat? <laughs> dat ja. Dus dat is wel doof, want ik heb zo'n soortgelijke ding meegemaakt. Dat okay. een meisje die bij mij in de klas zat, die zag ik uh, dus ook uh, ja. in de straat. En die zat gewoon zo doof van ja. En dan dacht ik, oh ja, dat is de erdatuur die je erbij moet hebben, inderdaad. Ja. Mm -hmm. ja, ja. Own what je doet. Mm -hmm. Maar dat is waar. Je hebt dus een verschil. Uh, interessant dus over een meisje die binnenstapt, uh, na naïef. Mm -hmm. Maar je hebt uh, meisjes en vrouwen die donders goed weten wat de bedoeling is. Maar er zit ook e een maar achter. Breng het voor me. En dit is heel belangrijk. En ik denk dat de mannen hier altijd scheef gaan. Omdat ze dat vinden, dat manipulatie of wat het is. Maar I don't care wat het is. Een vrouw kan ook gewoon zo wild zijn. En nog steeds van gedachten veranderen. En zeggen, eindstand, nee, ik wil het nog niet. Ze kan helemaal poedelnaakt voor jou staan. En nog steeds op het laatste moment zeggen, ik wil het toch niet. En dan kan je boos zijn of verdrietig. Ik weet niet wat je voelt. Maar haar nee is nee en maakt niet uit wat ze daarvoor zei of deed, hoe lullig het ook klinkt, dat is hoe het werkt. This is true en ik ben blij, daarom ben ik blij dat we het erover hebben. Ik dacht laat me mijn vrouw erover hebben. het werkt. Ja, ja, ja. ja, maar een uur geleden zei je dit. dit. I don't care. Of je hebt me laten denken dat je was aan het flirten en voor alles. Nee is ik nee is dus. Ik zeg niet dat het slim van haar is. Nee 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 Het dus is klopt. een beetje dommig dat ze dat doet, maar nog steeds moet je het uiteindelijk respecteren. Hé, hey, maar check, jij lijkt dan, dan zo uh, sterk te zijn, maar jij zal toch ook advances hebben meegemaakt of in je poging tot uh... weinig, La laat dat je beledigd voelen of <laughs> What, nee? wat zegt dat? dat? Dat dwing ik gewoon af, toch? Dat dwing je af, oké, okay. ja, yeah. One je of the Boys. Steppen, ja, ik ja. bedoel, ik ben geen jongetje, ik ben gewoon een vrouw. Ja. En dat zie je ook, maar het is nog steeds gewoon een bepaalde Energy of, of um, ik weet niet, bepaalde respect. En, en jij was ook nog lang, als het niet de enige is, een van de weinigen. Dus uh, wat ik bedoel, uh, nee. uh, 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 vrouwelijke rappers. En was, ik denk aan toen, de tijd waar ik ja. net over had, over die pokoe raak ja, me ja, aan en dat soort ik, dingen. Uh, zeg maar, voordat ik begon, keek ik altijd naar TMF. En toen zag ik wel echt veel meiden, hè? La Melodia en uh, MC Nina. Oh ja, klopt. Ja. En ja, ja. en Goldie. En dat waren allemaal dat die meiden tijd, waar ik naartoe keek. Ja, op TMF. Ja, dat ja, ik dacht, ja. Tijdens TMF was dacht ik, wow. Ja. Echt tof, dat wil ik ook. Ja. En toen een paar jaartjes eroverheen. Ja. En toen kwam ik pas. Ja. Dus nee, dan heb ik het verkeerd als ik zeg dat jij een, uh, een tijdje de enige ja, was of een van de weinigen. Het klopt wel, want toen ik kwam... Ja waren ze een beetje allemaal een beetje, ja toch? Maakten een beetje... maar het kwam niet zoveel uit. Juist. Dus ze waren misschien wel bezig, maar. Het dus was toen jij eindelijk mee. ging, mm -hmm. dan had je bijna eigenlijk het terrein bijna voor een jezelf. Een beetje wel, ja. Ja, ja, ja. Als mensen bijvoorbeeld nu aan mij vragen van, oh, ben je niet uh, genomineerd voor FunX Awards in de categorie beste female? En dan zeg ik, nee. En eigenlijk vind ik het ook wel mooi zo, want ik moest al die jaren strijden tegen Frenna en Ronnie en broederliefde en noem maar op. En Jay, ik werd uh. elk jaar afgemaakt door hun. Uh. Omdat er niemand anders was. Uh. Dus nu die deur open is gezet door mij en andere vrouwen voor mij, uh. hoef ik ook niet te strijden. Ik hoef, ik hoef niks te bewijzen. Dat is al je oordeel. Ik ben sowieso geschiedenis. Ja, ja, ja. Dus. Zie zij dat ook zo? <laughs> dat maakt niet uit. Ik weet hoe het zit. Maar <laughs> ja. ja. he, dan denk ik aan vrouwen onder elkaar. En oh, we he hebben een goede band, hè? Ik bedoel, soms is, is een er wel iets. Is er wel <grrr> iets, tuurlijk. Ja, maar dat hebben die mannen maar, ook. Dat hebben die mannen ook, ja. 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 Maar we zijn gewoon cool. Ja, ja, ja. We waren dus bezig met die girl code, maar het, weet je, weet je, waar we uh, zijn gaan uitbreiden toen je zei: nee, 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 mannen praten ook veel. Ja. We gaan weer terug. Uh, jouw vriendinnen. We zitten nog steeds in die klik. Okay. Mag je je vriendinnen aanspreken op hun slettergedrag? gedrag of is dat dan slutshaming? Ik kan iets zeggen, maar ik kan ook gewoon ervoor kiezen om niet zo iemand in mijn kring te hebben. En dan ga ik denk ik liever voor het tweede. En is dat iets wat je nu zegt uit ervaring nee, of handel je het is vroeger ervaring. altijd? ervaring. Um, en dat was iemand, hoe moet ik dit zeggen, waar ik mee werkte. Ja. Yeah. En uh, uiteindelijk werk ik gewoon niet meer met je. Juist, jij kiest toch, ondanks je eerlijk bent, zeg je van nou, nah, betere weg is. Kijk, je kan gewoon doen wat je wilt. gescheiden, ja. Maar ik wil niet backstage met jou komen. Ja. Liever niet. Je wil niet uh, medeplichtig zijn aan. Nee, en er zit ook een, een. Het is breder dan dat, snap je? Want niemand is perfect en niemand is ja. heilig, maar. Het is gewoon... Ik weet niet, ik wil het ook niet gewoon heel de dag goedkeuren of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, tolereren, zeg maar. Dat ja. Je, ja, 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 het kan ook. Of gedoogd worden. Hey, ik zie het, maar ik, ik zeg er niks over. Ja, en Dit uiteindelijk... is puur ervaring wat je hier ja, zegt. Ik ja, ja, voel ja. het gewoon. En ik wil ook niet dat het... On ondanks dat het niet mijn leven is... Het kan ook misschien een keertje wel effect hebben op mijn carrière. Juist. Snap je wat ik bedoel? ja. Dus ik wil het gewoon voorkomen, eigenlijk. Want een vrouw, en zeker een vrouw in de scene, die kan al snel worden afgemaakt door een dingetje wat wel of niet eens hoeft te zijn gebeurd. Precies. Uh, uh, en tot nu toe lijkt dat je goed af uh, is gegaan, tot nu toe, als ik kijk. Mij? Ja, ja vind dus, ik wel. Ik, ik heb geen gekke dingen gehoord. En nogmaals. Het maakt niet uit of het waar of niet waar right. is. Toeval een leugen, een roddel right. en het kan blijven vastplakken aan je. Klopt. Slim. Slim dat je dan afscheid neemt van uh, zo'n persoon om je heen. Ja, omdat ik wil gewoon, ik heb gewoon regels. Het is dus net als je zeg maar, bij een bedrijf komt en de baas zegt: werknemers mogen onderling niet daten. Mm -hmm. Dat is gewoon een regel. Ja. Zo heb ik ook regels. Ja, ja, ja. <coughs> uh, ik weet in de televisiewereld. Daar wordt om in. Onder elkaar dan genaaid en al dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. Uh, tenminste, laat me het zo zeggen. Dat is overal eigenlijk zo. Is dat zo? Ja. Dus bij de Leger des Heils gaat het ook los, zeg Was maar. Wel, ja, denk ik. Denk ik wel. In de ziekenhuizen ook vast wel de dokters en de nurses Want ik, ik denk in dat zo'n uh, televisiewereld is omdat het een sexy baan is. Weet je, dus sexy, hippe mensen met bepaalde dingen. Ik denk dat het daar denk meer je? in de lucht hangt om. Uh, hmm. Denk overal. Ik denk misschien omdat misschien in de entertainment omdat je elkaar beter begrijpt elkaars yeah. lifestyle misschien daarom mm -hmm. dat je eerder met iemand ook gaat in de entertainment. Maar gewoon like random. like mensen die aan aan. Kijk, als jij iemand bent die echt van one night Stands is of zo, yeah. waarom zou je dat dan juist doen met iemand ook in de entertainment? Kan je toch beter daar buiten gaan lijkt mij slimmer. Ja, maar, die, maar je zei iets goed. Dat is iemand die je begrijpt. Want nu ga je dus met iemand buiten. Ja, maar dat is in een relatie. Mm -hmm. Daarom zei ik: stel je voor je bent. Oh, als het die... gaat om, oké, okay, ja. Okay. ja, ja, ja. Dan maakt dan it makes no sense to me. Ja. Waarom zou je het dan daar doen? Ja. Letterlijk gewoon oude mensen zouden zeggen: ja, je moet niet scheiden waar je eet. Klopt. Maar dan krijg je weer de Giljo de vuilnisman die zegt: ik heb het met IMI'sje gedaan. Oké, okay, zeg dan. Oh, je is je cool. Ja. Oké. Okay. Dan moet je dat zelf weten. <laughs> <laughs> dat moet ik doen? Oké, procent is al goed. Als je iedereen die iets over jou te zeggen hebt moet, uh, dan heb je geen leven meer. Nee, dat kost energie. Ja. Niemand heeft tijd. Nee. Oké, okay. maar oké, okay, dus uh, slutshaming doe je niet aan. Je bereikt het niet eens, want je neemt gewoon afscheid nee. om heel ja, dat ding ik, te voorkomen. Ik vind ook dat iedereen is gewoon baas over zichzelf. Als mm -hmm. jij een slet bent en dat is jouw ding. Ik ga niet tegen jou zeggen: oh je bent uh, nep of whatever. Je moet het zelf weten. Ik wil helemaal niet. Maar dus ook niet, deze, ook niet deze om te bewaken. Is een vriendin toch? Vind je het wel een goed idee om met die en dan met die? Vind je dat een goed idee? Zelfs dat niet? Ik voel alsof ik geen vriendinnen heb die dat doen. Dus ik kan okay, die situatie nee. niet picturen. Want okay. mijn vriendinnen moeven niet zo. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dan is het al lastig. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Garrett. Uh, dit is wat ik altijd in film zie. Ik wil weten of dat uh, zo is en of dat een onderdeel is van de girl, kill, uh, girl code. Nee. Maken vrouwen echt afspraken wanneer bijvoorbeeld jij op je eerste date gaat? Mm -hmm. Waarbij jij zegt: hé, hey, en als die doet helemaal niets, dus moet je me bellen. En als ik dan zeg: oh, ben ik dat echt vergeten? En dan ken je die code, dat betekent I need to go. Is dat een girl go ding en is dat echt iets wat vrouwen doen? Ik denk dat mannen dat doen en vrouwen ook, ja. Mannen? Mannen doen dat volgens mij ik, toch ook? Uh, misschien in Amsterdam. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Oh, maar ik zie het in films. Hè. Ik ja, niet, oh, ik ook in films. Ja, ik heb het ook in films gezien. Ik weet het niet. Oké, okay, ja. Nee, nee maar ik mannen... Die, nee, een man die, die, die heeft een andere manier... Dat vind, Hoe nee, als, doen mannen dat dan? Als een man, jij dat dan? Een, als ik een chick niet voel... Je gaat gewoon weg. Laatst ik zag het eentje op tv ik, die zei gewoon... Uh, shall I walk you out? Gewoon zo, ja, straight up. Ja, niet dat in ieder geval. Nee, nee, nee. Subtiel rond ik het wel. Maak ik de avond korter dan uh, ik had verwacht. Subtiel. Maar ik heb eigenlijk ook niet eens een date. gehad. Die je niet voelde? Nee, want je weet toch bijna van tevoren al. Dus de, in de voorbereiding zit het ja, allemaal. Ja, eigenlijk. En, wel. Dus, en bij mij dus ook. Want anders ik... Is het al? Ja, dan ga je ineens op die date. Nee, maar sommige mensen gaan op een date en gaan daar dan kijken: is dit wat ja, jij of okay, niet? Nee, maar ook ik ook gebeuren. niet bij de way hoor. Als ik op een date ga, dan weet ja. ik al genoeg om te weten van. Uh... Ja, want ik zou niet zo gauw op een date gaan met een stranger. Yes, yes, dan yes. hebben we al, we, hebben, we kennen elkaar al via via. Of er is al een soort van herkenning yes, yes, voordat yes, yes. ik met iemand op een date ga, anders is het nee. Ja. Ik heb geen tijd. Nee, nee, nee. Dus jij kan <laughs> dat ook niet. Ja. Maar een bad date, heb je die wel meegemaakt, überhaupt? Dat je ze van, Of deze, een doe die gewoon totaal niet de moeite waard was. Dat je dacht, ah, en dat je zegt, nou, nah, trek het terug. Nou, ik heb wel eens iemand, weet je, als je jong was en je gaat naar de club of zo. Ja. En je ziet iemand, je denkt, echt heel knap. En daarna trekt hij zo'n wand open. En dan denk je, nee, dit gaat nooit iets worden. Wat eruit komt, hoe het ruikt, waar hebben we het gewoon over? Gewoon like <laughs> airhead. Gewoon geen inhoud. Alleen knap zijn. Ja. Alleen gewoon daar staan in een hoekje, mond dicht. Beste voor jou. She uh, be pretty. Dus yes. behalve iemand die niet geloven, is er airhead ook niet iets wat jij zou leven. Nee, zeker niet. Ja. Ja. Dus je bent niet per se een looks persoon van... Hé, hey, maar hij is wel... Nou... Hij is wel... Je moet wel knap zijn. Ja? Oké. Okay. Je moet wel een beetje knap zijn. Hé, hey, als we dat opzij nee, zetten, hè? Als we Lux okay. opzij zetten, wat moet hij hebben? Wat moet hij hebben als we looks even opzij zetten? Hij moet. geen erheid zijn. Sowieso van God houden, dat is één. Geen erheid zijn. Hij moet wel goed kunnen communiceren. Hij moet ook wel humor hebben. Want ik hou van lachen en ik ben zelf ook grappig. <laughs> en um, hij moet ook wel houden van uh, fitness. Hij moet fit zijn dus. Nee, hij moet houden van fitness. Hij, moet houden. hij hoeft niet fit te zijn, hij moet ervan houden. Ja. Oké. Okay. Um, hij moet ook, uh, ik kijk ook hoe hij omgaat met zijn familie. Oké. Okay. Dat is ook belangrijk. Ja. Um, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk die basisdingen, hè, die je ja. niet zomaar vindt, by the way. Niet? Nee. Oh. Echt. En goed zijn met je familie. En geloven. Zijn familie, ja. Ja, met zijn familie dus. Uh, en geloven. Uh -huh. En een beetje in ieder geval dol zijn op fitness. Uh -huh. En kunnen communiceren. Hoor je uh -huh. die en, 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 en? Uh -huh. Oké. Okay. Uh, en jij hebt dat vaker gevonden dan één keer. Mm. Zie je? Zo vanzelfsprekend is maar dat niet. Maar het ligt niet. aan de. Ja, ik weet het niet. Ja. Je dat ook ja, helemaal... nee, was niet zo vanzelfsprekend, ja, dat nee, ik okay, ja. want al dat soort dingen wil ik trouwens ook van een vrouw. ja, oké. Okay. Uh, nogmaals dat geloof, uh, ik geloof, heavy, hoeft right. niet per se van mij. wat ik belangrijk vind is dat je goed mens bent. oké. en niet judgmental. oké. Okay. deze drop ik gewoon voor je, die mag jij invullen, want dit is dan, uh, dit kan zo serieus zijn of zo lucht, luchtig als dat jij het maakt. Okay. je vriendin is stom dronken in de club, tot aan lastig toe en gewoon bijna niet handelbaar. Hmm. Girlcode, hoe gaan we daarmee om? Mm. Jij ziet een bepaalde vriendin of ex-vriendin voor je. Ja. <laughs> Zie je? Maar het grappige is, we waren die dag niet samen bij dat feest uh, gearriveerd. We kwamen elkaar tegen. Oh, dat is een goede. Wat zijn dan de regels? Right. Maar even samen, laten okay, we even dat samen... samen scenario. Ja, ik breng je gewoon naar huis. Ik rij je gewoon naar huis. We gaan gewoon weg. Het is, is boemvervelend, hè? lasten tegenwerken. nee, ik oh, ga nergens. oh, ze wil niet naar huis. nee, ik oh, ga nergens. Is ze ja, ja, maar ze is toch? Dan oh, dan ben ik alleen toch? Dat tijd vanaf nu. oh, je bent wel streng daar. tuurlijk. alleen een kwetsbaar, hè? weer beetje water. ja, maar je wil niet naar huis, nee hoor. alleen je je wil een kwets niet naar kwetsbaar. wat moet ik doen? oké. Okay. naast je staan heel de tijd dronken. daar de <laughs> kotje nog per ongeluk op me. Ja. shivangi, shi. <laughs> ik denk het niet. oké. Okay. en wat je vertelde, je bent niet. het is wel een vriendin van je. je je bent niet ja. samen. En het is dronken. Mm -hmm. Dit is, uh, heb ik meegemaakt. Ja. We, we gingen naar een uh, verjaardag van een, uh, een profvoetballer. Hij had uh, een all-white party mm -hmm. in Rotterdam. Hij was heel, heel lid. En hij had, zei het op een gegeven moment: bedankt voor het komen. De bar is open van 12 tot 2. En daar ging het mis. Mm -hmm. De open bar, iedereen mag gratis drinken van tussen 12, 12 en, en 2. 2. En zij dacht, nou, meestal doe je misschien twee drankjes in een Juist. uur. Zij dacht, het is gratis. Laat me gelijk Dat zestien me drankjes in een uur doen of ja, honderd. Nee. Nou ja, lag je daar voor de mannen wc in je all white dress. Oeh. En je bent niet met er, maar je ziet je vriendin wel. En nu? Gilco. Nou, ik heb er uh, in de auto gelegd. Ja, ik heb er in de auto gelegd. Want eerst zei ik al van je moet gaan toen ze nog stond. Ja. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee ik wil niet gaan. Oké. Okay. Dan blijf je. En toen de tweede keer toen ik de zag, toen lag ze bij die mannen weer. Zeet je, en, en toch is Dat is het gehad. voorbeeld wat ik gaf, hè? Dus als ze niet meewerkt, dan zeg nee. je dan blijf je, maar je ziet de dat norm. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Klinkt als een... Uh, oh, 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 iemand, een oh, 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 goede mattie. Zo klinkt wat hier ja, Maar ook wel streng, ja. Ja, ja. Maar goed ook in dit geval. Mm -hmm. Laatste over die girl code, Wat ik graag wil weten. Kijk, bij ons heb je iets dat heet de wingman. Je weet wat de wingman is? Oh, daar hadden we het laatst over. Ja? Over de wingmans? Ja. Uh, waar hadden jullie het over? Deel met me. Nou, mijn vriend zei... Take one for the team. Soms moet je één voor de team nemen, toch? Uh -huh. Maar soms is, die, is diegene... Too much. Vaak. En dan kan je niet. Sorry, dan gaat die one voor de team. Gaat, Ga, niet. gaat het niet door? Haha, zegt het niet. Nou, ik heb het al eerder over gehad met. met uh. Uh, uh, bij, bij de Broken Wingman is Wingman, hè? Hoe dan ook, hey, Mimang, je hebt je opgegeven eh? als Wingman. Maakt niet uit wat het is. I need you, je hebt je opgegeven. Dat is de Wingman. De ah. Wingman is niet. Je krijgt de mooiste, de mooiste uit de groep. <laughs> de Wingman is een Mimang, help me out here. Ik wil deze ja, dame okay. graag. Maar ze heeft een vriendin en. Een wingman weet zijn rol, als het goed is. Heftig. Nee, oké, maar, okay, maar ja. dan, dan gulcode. Ja. Hebben jullie ook een wingwoman? Uh, een wingwoman. Bestaat dat ook? Leeft Volgens dat ook mij tussen gulcodes? Bestaat dat wel? Maar er zijn wel meer regels aan vast dan wingman. zal wel. Ja, snap je wat ik bedoel? zal wel bij vrouwen, inderdaad. Ja, ja. Er zijn wel veel meer regels maar Kijk bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net gaf: uh -huh. uh, wingman, zeg je, want jij zegt ja. Uh, en wat als ze helemaal niet... Ja, maar dat is dus de wingman. Kijk, ik kan gewoon een praatje met je maken. But don't touch. Dit is het verhaal, hè? Nog huh? even voor de duidelijkheid. Ja. Jij en je vriendinnen. Uh -huh. En jij wil deze gozer echt. Alleen, Klopt. die Mattie komt mee. Girl, Klopt. ik heb je nodig. Ja, Jouw rol maar is wat winggirl. Als nu die Matty heel de tijd bij mijn winggirl handtastelijk gaat proberen te zijn... Ja, dan, dan moet ze stoppen, toch? Dan gaat ze toch weg. Maar dan stop jij dus ook. Degene die die uh, wing woman heeft ingehuurd. Ja, te zeggen oké, okay, nee, fuck, heel deze dan. avond. Ja. Inclusief die keel waar ik zo ja. gek op ben. Oké. Okay. Je mattie is een beetje raar. Oké. Okay. Hij is niet aantastelijk, maar hij is gewoon... Uh, hij is niet leuk. Hij is een leeg hoofd. Ja, dan, alles behalve aanraken. Dan kan ik nog steeds wingboomend zijn, uh, maar dan ben ik gewoon uh, kort. Maar je verwacht ook van je vriendin, zeg maar, als jij niet die wingboomend bent, zeg ik hey, kom op, doorbijten, doe dit voor mij. Ja, <laughs> doorbijten. Je kan het. Je is ja, ja, jij bent nooit wingboomend, geweest. Wie oh, okay. zei, oh, nee, kom op, <laughs> kom op, kom op. Ja, ja. Oké, okay, maar het bestaat wel de wingboomend. Volgens mij. Oké, 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 interessant. Ik krijg een soort... Uh, dus als ik, wat je, met wat je hier allemaal hebt verteld, krijg ik een soort uh, beschermende vibe, moeder vibe, als het op vrouwen aankomt. Als het even kan en je kan een vrouw beschermen, dan doe je dat. Ja. Toch? Vooral vrouwen. Je maar ben... Eigenlijk iedereen, maar vooral vrouwen. Iedereen, maar vooral vrouwen. Jij bent ook veel tussen de boys geweest, dus je hebt ook veel gezien en veel gehoord. Mm -hmm. uh, daarop gebaseerd vind ik dat ik jou bepaalde dingen kan vragen. Oké. Okay. Uh, waar je misschien antwoord op, op hebt. Dus ik maak je niet een specialist, maar ik gebruik je nu gewoon <laughs> okay. even... Om, om dingen te onderzoeken. Bijvoorbeeld het volgende, ja? Gewoon eigenlijk random. Oké. Okay. Uh, want je bent een vrouw. En uh, mannen hebben die titel, maar vrouwen gaan net zo goed, misschien <laughs> zelfs beter, vreemd. Ja, ik ben zelf geen ganger, maar ik kan, ik kan me er wel iets bij voorstellen. <laughs> je hebt het om je heen gezien. Eh... Uh... Wat je doet? Nee. Nee, eigenlijk niet. niet. Nee. Mm -mm. Oké. Okay. Mm -mm. Maar ik kan me er gewoon zelf wel echt iets bij voorstellen. Kijk, jij zegt je kan je er iets bij voorstellen, ja, toch? Ja, gewoon als ik een vreemdganger zou zijn. Is goed. Zet je in de zou een ik vandaag. Ik zou echt de beste zijn. <laughs> je frits zit hier. Die mm -hmm. bang worden, moet je stalken. Wat zou jou bewegen dan om vreemd te gaan? Wat, wat ja, beweegt niet. een vrouw om vreemd te gaan? Nee, je gaat niet vreemd. We, we get that. Maar je zegt net, je kan je voorstellen. Nee, al, ik, zou, ik kan me voorstellen hoe ik zou manoeuvreren. Oh, hoe ja. <laughs> Oké, okay, nee, nee. Maar ik, zeg maar, ik, ik ga nog een stapje emotional ervoor. Emotional kan ik me niks bij voorstellen. Ik ga nog een stapje ervoor. Okay. Ja? Een stapje voordat je daar bent. Uh -huh. ga ik nog een stapje ervoor. Wat zou een vrouw dus bewegen om te. Kijk, ik kan me voorstellen. Nou, dan ga ik uh, uh, meedoen. Uh, okay. Ga ik voor de frame gaan uh, vrouw opkomen? Laten we zeggen. Uh, Wanneer haar behoeftes niet worden bevredigd. Oké, okay, maar dan kan je gewoon gaan. Dan kan je gewoon stoppen met de relatie, het Beste. Ja? Het beste. Ja, dat is ook Want zo. hoe ga je het buiten zoeken en dan denk je dat je relatie daar beter van gaat worden? Wat is het doel dan eigenlijk? Je wilt toch eigenlijk dat je relatie goed is? Dus als je al eenmaal daar buiten gaat stappen, dan waarom maak je het niet gewoon uit? Dus ik probeer op zoek te gaan... Na een uh, reden voor een vrouw om vreemd te gaan, maar jij zegt dat is gewoon geen reden. Dat is nee, gewoon. gewoon nep, ja. Nee, maar, nee, maar oké okay, Luko. je gaat al lang met elkaar, al vier jaar. Er, okay. is, er is lobby daar, er is respect ook wel. De, dit gaat te diep gaan. Kijk, weet je wat het is? Jij zegt lobby en respect. Ja. Maar als je lobby en respect hebt, kan je nooit vreemd gaan. Tenzij je niet weet wat lobby en respect betekent. Dus of je eet het feit dat je mm -mm. niet bevredigd wordt? Of je gaat weg, is dat het? Ja, simpel. Want als je in een restaurant zit en je maaltijd is niet lekker, ga je het ook dat ook, schuif je ook je bord aan de kant. Of ga je ook... Ja, maar Ik dan ook heb, je heb je geen worden. jaren met elkaar besteed. Dus jaren. Ja, je, mag, jaren je houdt van diegene. Je houdt, van diegene. Ja, je houdt niet van diegene. Nee, nee, even los van voor het vreemd gaan. Je houdt van diegene alleen. Ja, je, je wordt gewoon niet bevredigd. En al een tijdje niet meer. En ga je een gesprek aan dan met je vriend of vriendin. Dus dat moet hem zijn, je moet een gesprek aangaan. Hè? Tuurlijk. En dat heeft ook niet geholpen. Dan moet je gaan. Want waarom ga je dan vreemd? Om dat stukje te bevredigen wat je zogenaamd bij je vriend niet krijgt. Of bij je vriendin niet krijgt. En ja. dan? Ja. Nee, ik probeer erachter te komen waarom vrouwen vreemd gaan. Ik zou dat niet, ik zie die logica niet, sorry. Ik okay. kan me alleen bedenken waarom je vreemd gaat, is gewoon pure lust. Lust? Ja, want kijk, ik kan ook wel snappen wat jij zegt, van dat stukje wordt niet bevredigd thuis. Want dat heb ik ook wel eens voorbij horen komen, ergens in de wandelgangen. <laughs> ja. Maar... Voor mij, ik praat nu voor mezelf. Ik ja, ja, ja. Ik kan niet voor andere vrouwen. Nee, praten. we praten niet voor jou. Ik pro, we proberen te, nee, te dat zeggen. Wat is de goede reden voor een vrouw om uh, vreemd te gaan? Dat je zegt van oké, okay, ik kan het begrijpen. Ik kan nee. het begrijpen. Is er niet volgens nee. jou. Ook niet als de man vreemd is gegaan? Nee, hij springt als... van het gebouw af. Dat doe je toch? Dan ook ga je niet. toch ook niet erachteraan springen? Oké. Okay. Als hij vreemd wil gaan, moet hij lekker zelf weten. Ik ben meteen weg. Ik ga niet eens gesprek met je aan. Dus raak vreemd gaan is nee, ook. Ik ga ook geen gesprek, ga ook niet zitten op de bank. Waarom heb je dit gedaan? En hoezo? Tot ziens. Dat is mijn dealbreaker. Ik ben meteen weg. Je voelt je verwaarloosd? Jij zegt I nee, geldt hetzelfde. Hadden we eerst een gesprek over moeten hebben. Want voordat je vreemd gaat, is er een heel proces. Je voelt je al kut, je voelt je al verwaarloosd, je hebt al bepaalde gevoelens. En die moeten gewoon bespreekbaar zijn. Okay. Ik geloof niet in het ging per ongeluk. Het bestaat niet. Maar breng jezelf terug naar de keer dat je echt verliefd was met iemand, okay, was ja. op zich een goed persoon, die gaat okay. vreemd en is dat al de reden om de relatie in de prullenbak te gooien? Ja. Boom, klaar. Ja. Waarom? Nou. Omdat het zet een deur open naar nou weer vreemd gaan. Want nu denkt die man, oh. Als ik de volgende keer weer gewoon vier traantjes hier laat rollen. En sorry zeg. En zogenaamd even daarna weer mijn best doen. Vergeef ze me gewoon weer. Dus ik probeer hier erachter te komen. Wat zou een goede reden zijn voor een vrouw om vreemd te gaan? En jij zegt nee, vreemd gaan, relatie in de prullenbak. Klaar. Ja. Oké. Okay. Trash. Alt I'll take that. I'll take that. Maar je werd wel heel enthousiast over de fantasie van. Ja, maar ik zou wel weten hoe ik vreemd ik moest zijn. dat vrouwen draaien. slimmer zijn. <laughs> Mannen zijn een beetje dommer. ze vreemd gaan, heb je ze gelijk door. Die routine gaat opeens anders. Ze doen een beetje shaky. Ze zijn gewoon niet zo goede vreemdgangers. Ja. Vrouwen komen er altijd achter, waar of niet? Ja, en waarom niet? En, 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 en hoe je dan die slimme vrouw? vrouw die fantasievrouw van jou gewoon, die je hoofd hebt? Een vrouw, ik denk dat ze gewoon meer. Cool zou zijn, meer nonchalant. Ze zou gewoon niet haar routine veranderen. Niet. Als je slim bent, dan. Ik ken ook vrouwen die komen opeens 7 uur ochtends thuis. Ja. Zo niet zo slim hè schat? Ja. Wat ga je nu zeggen? Was ze in slaap of zo? Nee, niemand gelooft jou. Maar ik denk gewoon over het algemeen dat vrouwen. Maar dat hoor ik ook in de studio bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Het gebeurt allemaal in de studio. Ja. Hoeveel vrouwen zijn er die vreemd gaan met een rapper? Maar je hebt gewoon jouw. Maar dat is wat ik thuis. bedoel, inderdaad. En je bent ja. vreemd met die rapper. Dat is wat ik je zeg. Die rapper denkt ook: oh, van, kijk iets hier. Je bent gewoon nu hier, maar ik weet dat je al vier jaar een boyfriend hebt. Dus die vrouw manoeuvreert. En ondanks alles wat je hebt gezien en hoort in de studio, geloof jij nog steeds in de liefde? Altijd. Sterker nog, je zit nu in een relatie. Ja, en ja. Als, het, als het op de een of andere manier niet zou werken, dan geloof ik nog steeds in de goed zo, liefde. Goed er is zo, goed dat... zo. relatie die mij nu gaat laten denken. Oh, ik ga nooit meer daten. Dat, dat, nee, precies. Dat is precies wat ik ook zeg. Maar hoe hard, ik val en al dat soort dingen. Ik blijf geloven in de liefde en laat me dan maar nog een keer vallen. It's all good als dat nodig is. Ja, ja, ja. Zo zit ik er ook in. Oké. Okay. Ik dacht dat jij met me om en gaat delen hoe je zou vreemd gaan in jouw fantasie. Nee. Maar een vrouw kan je gewoon aankijken en zeggen ik hou van je en echt met tranen alles terwijl ze gewoon met ik de ander... Ik denk doet. eigenlijk eerlijk gezegd. Dat het echt, het is misschien niet eens mannelijk of vrouwelijk, het is gewoon karakter. Maar de manier hoe, daar zit wel verschillen in, daar waren we het ja, over dat eens. Dat hoor. Zitten in, okay. Ja, dat zit er wel verschillen in. Maar het iemand kunnen aankijken en strak liegen, dat is gewoon karakter. Ja. Oké, okay, dan probeer ik een beetje te kijken naar jou en het beeld dat ik nu van je krijg, zeg maar, tot nu toe. Mm -hmm. uh, ben jij een vrouw die wanneer je een keer leuk vindt, initiatief neemt? Of ben je oldschool? Zeg nee, man, man moet altijd de eerste move maken, klaar? Maar oké. Ik vind het altijd een man de eerste move. Echte? Maakt. Ja. Dat had ik niet voor. Dat je die oldschool gedachten had. Dus het maakt niet uit hoe leuk je man vindt. Als hij geen move maakt, gaat het gewoon niet gebeuren, dus. Ik kan mijn zakdoekje laten vallen. Dus. En als hij en als hint, niet oppakt, dan gaat die zakdoek daar blijven liggen. Ja, maar ik ga niet uh, achter je aanlopen. Of, uh, nee, toch niet. Oké, okay. oké. Okay. Dat is een heftige uitspraak, het is niet vrouwelijk. Want ik hou van vrouwen die initiatief nemen. Dus alles is, hè? Equality en vrouwen nu het modern. En, maar dat is niet vrouwelijk, zeg je? Dat is heavy. Ik vind het voor mezelf niet vrouwelijk. Oké. Okay. Ik vind het bijvoorbeeld als iemand anders dat doet. Of je ziet ook vrouwen die op één knie gaan en hun man en huwelijk vragen. Die is heavy. Ja, moet je <laughs> Is weten. ook initiatief. Is ook initiatief, inderdaad. Ik zeg gewoon voor yeah, mijn yeah. leven. Ja. Yeah. Hoef ik dat liever niet. Of is dit het gewoon, uh, Aisha, je hebt geen game. Je zou niet eens weten hoe je een man zou moeten versieren. Oké. Okay. <laughs> ja? Oké. Okay. ja. Je, je vecht er niet eens een beetje tegen. No. <laughs> nee hoor, je hebt die ervaring niet. Maar ja, jij hebt het luxe waarschijnlijk dat je dat niet, nooit hebt hoeven doen. Maar dan komen jou wel benaderen en dan, uh, en dan kies jij ja of nee. Dat is heel dat ding. Ik ben voor ik vind het, gewoon, het is toch gewoon leuker om het op die andere manier te doen? De oudschool manier? Dat de vrouw veroverd Omdat de man, moet worden? Kijk, mannen en vrouwen zijn op een bepaalde manier gebouwd, toch? Instinctief ook. Like een man is toch ook een beetje gebouwd om. Te veroveren? Ja. ja. Je gaat de, die hele natuur ga je nu omturnen. Een beetje, ja, het kan. Maar voor mijzelf zou ik het gewoon zo laten. Okay. Op De natuurlijke manier. Oké, okay, nee, cool. Wille? Oké, okay, dan wil ik dit van jou weten met al je kennis... en al dat soort dingen, als we dan toch hier aan het praten zijn. Laat mij weten hoe ik herken dat ik met een vrouw heb te maken... en niet met een meisje. En dan bedoel ik mindset, hè? Natuurlijk. Uh, een echte vrouw is niet bang om te zeggen wat ze voelt... of wat ze wil of verwacht. En een echte vrouw is ook niet... Uh, bang om grenzen te stellen van dingen waar ze wel mee akkoord gaat en absoluut niet mee akkoord gaat en een echte vrouw is ook niet vies van weglopen van iemand die dat niet uh, begrijpt. Ken je dat? Niet weglopen. Uh, uh, niet uh, weg. bang zijn om weg te lopen. Ja, nee, dus ik hoor het allemaal en ik geloof je ook hoor Dani van. Maar je bent nee. toch niet altijd zo geweest? Je hebt nee. toch dingen moeten meemaken nee, ik om. Uh... Ik gegroeid. Ja, toch? Mm -hmm. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is dus die echte vrouw. En hoe weet ik van. Oh nee, dit is een meisje. Nou ja, ze heeft geen boundaries. Ze. Je kan eigenlijk niks fout doen bijna in haar ogen. Of ze. Of, uh... Kijk, je, je moet het zo zien. Ik vind het soms moeilijk om uit te leggen. Maar meer makkelijker om te, aan te tonen in een voorbeeld. Ja? Geef me een voorbeeld. Als jij iets doet wat ik niet fijn vind, of het zit buiten, het zit, valt niet in mijn boundaries. Ja? Mm -hmm. We kunnen het er één keer over hebben of twee keer, maar daarna ga ik het er nooit meer over hebben. Daarna ben ik al bezig met mijn exit te plannen. <laughs> Die laatste zin, maar moet je goed naar luisteren. Moet je heel goed naar luisteren. Ja. Exit te plannen. Juist. Mm -hmm. Want de vrouw is nog met je terwijl ze al heeft besloten mm -hmm. je te laten gaan. Ja. Mm -hmm. yeah. Eng. <laughs> mm -hmm. Want zoals jij zei, vrouwen zijn slimmer dan mannen. Aan een man voel je van iets zit niet goed. Right. Of een man is uh, misschien niet emotioneel uh, ver genoeg om aan te voelen van, hey, wacht even, er zit iets niet goed hier. Mm -hmm. Ja. En van los van haar uh, pokerface, uh, ja. uh, voelt hij gewoon niet aan, iets zit niet goed hier. Maar dat is waar wat jij zegt, een vrouw heeft allang besloten, mm -hmm. dit is al aan zijn eind gekomen. Dat zeg ik altijd, als, als je gewoon uh, in een relatie zit en dingen zijn nog steeds bespreekbaar, weet je, je kan gewoon praten van, hé hey, schatje, kunnen we dit doen of kunnen we liever dit zo proberen of dat, dan zit je eigenlijk goed. Ja, Op het moment als dat jouw vrouw dus, begint nee. te zeggen... oké, okay, ja is goed. Wanneer we, ze niet we, praten, Is ze al exit. Ja. <laughs> you lost her. Ja, the body is still sitting there. <laughs> <Yeah>. <laughs> But she's gone. Ik, ik, en dan hoeft ze dus... Nou, iemand als jou dus die niet vreemd gaat... dan hoef je niet eens per se vreemd te gaan. Maar dit is klaar. Je ja, exit betekent niet per se volgende relatie... en naar andere mannen al kijken. Maar gewoon, ik hier weg... Ik ben nooit en... de, aan het denken aan een nieuwe relatie. Uh, en, uh, Terwijl je in een relatie zit. Ja. Oké, oké. Ik focus gewoon op mezelf. <laughs> die exit die, die, die blijft eng. Terwijl je nog met... Jij denkt dat je nog met de banditori is al lang klaar. Bijna bij alle vrouwen werkt het zo. Ja, 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 ja. ja. Mm Hé, -hmm. ja. hey, in uh, Gilly's Love Line behandel ik wel eens dan een uh, liefdescode. Dat gaat over de liefde, seksrelaties of whatever. Okay. Uh, uh, daar wil ik dan op inzoomen met mijn gasten en horen wat je ervan vindt. Misschien vind je er niets van, of misschien denk je van ja, of misschien heb je zelf nog iets erover te zeggen. Okay. Ze zeggen namelijk, een sterke man mm -hmm. weet hoe hij met de sterke vrouw moet omgaan. Een zwakke man zegt dat ze een toet heeft. Wat vinden we van die quote? Ik vind die quote een uh, beetje zwart-wit. Is het? Dat kan niet. Want, Wat maakt het zwart-wit? Nou, een sterke man weet hoe hij met een sterke vrouw, vrouw moet omgaan. omgaan dat ja. is waar. En een zwakke man Noemt het zegt, al, zegt al snel zeven erde toe. Maar dat vind ik dus een beetje gekkig, want soms is het ook een erde toe en moet je gewoon normaal doen. Dan moet die vrouw gewoon normaal doen. Ja. Okay, en, en Dan schuil, schuilen vrouwen schuilen soms achter het woord editude, maar eigenlijk ben je gewoon. Of ze schuilen, schuilen achter het woord sterke vrouw, ik ben een sterke vrouw. Ja, je moet het onderscheid kunnen maken, vind ik. Ja. Wat ja. een uitdaging voor een man. Maar een sterke man weet dat? Weet die ja. onderscheid, onderscheid te maken? Ja, en een, een sterke man ziet van oké. Okay. Of een sterke man kan je ook gewoon zeggen van hé, hey, die toon gaat niet werken hier. Juist. En dan, heb ik, dan kan je het nog aanpassen en dan kan je de volgende keer kan je nadenken. <laughs> maar oké. Okay. Maar je hebt ook een sterke man die zegt, hé, hey, die toon gaat niet werken hier. En dan heb je een vrouw, ik praat hoe ik wil en ik zeg wat ik wil. Ja, ja dat gaat niet werken. Dat, ja. is, dat is geen sterke vrouw, dat is gewoon attitude. Dat is, dus er is wel degelijk een vrouw met de attitude, is wat je zegt. Juist. Oké. Okay. Juist. Ik hou van hoe je zo neutraal bent. Jij komt niet per se op voor vrouwen constant, per se voor mannen. Je bent op zoek nee, naar daadwerkelijk de waarheid. Ik kom op voor eerlijkheid, Eerlijkheid, eerlijk, eerlijkheid. Ja? Dat is het thema. Het moet gewoon ver zijn. We hebben te maken met de eerlijke vrouw. Ja, ja, dat ja. Ver. Oké. Okay. Ben jij wel eens in een relatie beschuldigd dan van, hé, hey, je hebt een erder man of erder problem? probleem? Ja, maar soms heb ik ook een erder problem. probleem. Maar dan kan ik er even over nadenken en dan kan ik er iets van zeggen. Maar soms heb je ook een punt dat ik denk: van nee, dit verdient de Dit was de attitude. geen attitude. <laughs> dit was gewoon. Tut 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 tut. Ja, dit tut was een sterke vrouw. Ja, het scheelt echt <laughs> gewoon per uh, waar hebben we het over. Ja. Ik ben ook niet vies van uh, mijn excuses aanbieden, maar niet als ik vind dat ik echt niet fout zit. Ga je echt heel lang wachten op die excuses die nooit gaat komen. Ben jij vies van schelden? Kan je flink schelden, inderdaad? Als je boos bent, hè? Emotioneel. Ik, ik vind het echt, het, het is, ik ben er echt niet trots op. Ik moet echt stoppen. Ik moet echt weg. Ah. Maar ik doe het eigenlijk. Ik scheld eerder voor de grap dan in een ruzie wil ik het liever niet doen. Als ik het eenmaal al doe, dan ben ik al over mijn grens. Het is niet meer cute. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik snap, ik snap wat je bedoelt, ja. Dus ik, uh, ik. Uh, ik heb mezelf wel opgetrouwd, maar ik vind het niet cute. ik ben er niet trots op of zo. maar je bent niet het type vrouw die dan, die dus uh, hat Sani niet zeggen, die, die tot in het bord gaat. jawel. echt waar ben je die? ja, heb oh. ik wel gedaan. oh, ja dan, dan, kom, dan komt, het niet meer goed. en guess what? nou. dan is die man bezig met de exit plan van. klopt. Uh, nee, nee. maar er is een maar. Er, het, ik kan wel steekjes geven maar niet, niet zo diep. Er zijn geen dingen die ik bewust ga zeggen. Dus diep dingen die jij persoonlijk weet omdat jullie in een relatie zitten right. en dan gooien ze opeens zo ze nee. op, de fietst. Dat heb ik vroeger wel gedaan, maar dat doe ik me niet meer doen. Ja. Je begrijpt hoe kwalijk dat is en ja, hoe schadelijk dat, dat ook en niet. toxic eigenlijk. Ik probeer daar echt op te letten dat ik dat stukje voor mij. Dus ik kan wel zeggen van, ik vind je nep of Why you acting like This, a little bitch right now? Ja. Yeah. Wat ook al te ver gaat. Ja. Yeah. Maar dat is iets anders dan van, oh ja, je ging me vertellen hoe je broer vroeger je ging schoppen en dan ga ik nu vertellen, ja je broer ging schoppen vroeger. Ja. Nee, dat, uh, dat ga ik niet doen. Meer. Meer. Ja, ja, ja. Want dat is dus de pauw van een vrouw. Uh, oh. uh, mannen zijn meestal dan sterker fysiek, meestal maar een vrouw. Ja. Oeh, dit. Ja. Daarmee kan ze je echt pakken. Ja. En ze weet ook wat ze moet zeggen. Klopt. Uh, en dan kan je een sterke man zijn, dat heeft er niets mee te maken. Nee. Iedereen heeft... Uh, ja, maar ik even... probeer dat echt te vermijden. <laughs> want als jij gewoon forever met diegene wilt zijn... Juist, juist. Dan moet je gewoon op een eerlijke manier kunnen ruzie maken. Uh -huh, uh -huh. En op, uh, dat is een Ik zeg goed, altijd hoor. tegen mijn vriend ook... Als je, als je goed ruzie kan maken en het gewoon s'avonds op kan lossen... voordat je naar bed gaat, dan weet je dat je relatie... Sterk is. Niet op de dagen dat het leuk is en gezellig en je gaat naar de strand. Dat ja. is makkelijk. Ja, ja. Juist op die dagen dat het even kut gaat, dan moet je kijken hoe je eruit komt. Snap je wat ik bedoel? Ik snap 100% wat je bedoelt. Maar ja. di dingen die je niet terug kan draaien, ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Uh, bijvoorbeeld als jij zegt van ja. Want je, 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 je kijkt je zoon maar één keer per week, je kan hem meer checken en dat soort dingen. En die jongen heeft ineens een connectie met jou. Zoiets, dus echt die hard is Waarvan jij wilt met iemand blijven voor leven lang. Maar dat blijft ook hangen. Hè, van, hey. Maar kijk, dat is het probleem. Want zo kijk je naar me. soms wat wij doen, mensen, en ik zal dat vast ook per ongeluk soms nog doen. Maar daarom moet je mensen erop attent maken, toch? Van hé, hey, dat vond ik niet zo cool. En dan kan je erop letten om het volgende keer niet meer te doen. Je moet mensen ook een kans geven, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Om te kunnen aanpassen. En als diegene dat daarna weer drie keer blijft doen, kan je gewoon exit, want het gaat niet meer veranderen dan. Want wat je zegt laat ook zien wie je bent, hè? Vind ik niet. Vind ik wel. Ik vind dat je kan erop attent gemaakt worden van, hé, hey, weet je dat je dit doet en dat, dat het hurtvol is en dat het een slechte eigenschap is. Mm -hmm. En als diegene zegt, I don't care. Dit is hoe ik ben. Mm -hmm. Dan is het je karakter. Maar als diegene zegt: Hé, hey, ik was me eigenlijk niet zo van bewust. Ik ga erop letten. Ik wil werken aan mezelf. Ik wil een betere vrouw worden. Ik wil een betere man worden. Wie ben ik dan om te zeggen: Later, je, je bent niet goed genoeg. Of je gaat niet snel genoeg. Of nee, dat is niet fair. Wat als Gaddo dat zou doen met ons? Mm -hmm. blijf er blijft niemand over om te redden. Dus vergeven is... Dus, tuurlijk. Maar als diegene jou duidelijk laat zien van... ik ga allemaal niks aanpassen. Ik vind mezelf perfect zo. En jij moet het gewoon nemen. Dat gaat hem niet worden. Iedereen heeft verbetering nodig. Dus, dus accountability is wel iets wat... Is heel belangrijk. Ja. Yeah. Is superbelangrijk. Want als jij denkt dat je perfect bent en nergens in je leven hoeft te Maar opweeien. you hold yourself accountable... Tuurlijk. In de relatie vaak? Ja. Oké, okay, maar dit is wat zwart wit wat ik zeg, maar ik, ik, ik wil vrouwen nog wel eens uh, nee, maar dat kijk. woord zeggen, zoek het eens op, accountability, en kijk eens even of dat iets is wat jij doet. Jawel, dat doe ik. Oké. Okay. En ik heb ook wel issues waarvan ik zie van, oké, okay, ik ben er niet helemaal, mm -hmm. maar ik doe wel mijn best om een betere vrouw te zijn dan gisteren. Ik ga niet tegen jou zeggen, dit is hoe ik ben en deal with it. Op zijn minst ga ik erover nadenken en het aanpassen. En als het echt iets is wat niet correct is, dus het is niet wie ik ben, je beschuldigt me van iets wie ik niet ben of wat ik niet doe, ja. dan gaat die, dat gesprek nog even een paar uurtjes verder moeten gaan. Want we moeten wel, moet wel duidelijk zijn. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. um, ja. Dus jij hebt ook accountability. Natuurlijk, de ene dag ben je beter dan de andere, maar dat je zeg maar terugkomt voor iets een dag een week later dat je zegt hey babe kunnen we even praten al valt het later dat jij de leiding neemt in het gesprek initiatief heb ik hey, wel eens gedaan ja okay, okay. ik heb ook wel eens gedaan dat ik dacht van ho ho nu is het jouw punt want jij zit fout vriend kom jij maar het gesprek openen maar ik heb ook gehad dat ik het open en zeg hey het spijt me ik had zo niet moeten doen dit was niet goed van mij dat was niet cool van mij had ik nooit moeten doen ik wil mijn excuses aanbieden. Mm. Is niet zo moeilijk. Maar trots en ego moet je echt aan de kant zetten in een relatie, anders moet je single zijn. Vind ik. Doe iets voor me, als je wil. Uh, in een zin. Hoe zou je je relatie noemen? Die van mij? Ja. Nu? Ja. Leuk? Leuk. Ja. Je bent aan het genieten. Fun times, heel veel lachen. Mm -hmm. ja, ja. Dat is heel leuk. Jij bent onderdeel van dat het leuk is. Dus ik bedoel, jij, jij zet in op E. Je bent leuk om mee te gaan? Vind ik wel. Ja? En ik heb ook mijn zure dagen. Ja, ja, ja. Net als ieder mens. Maar ik, als ik kijk naar een week, heeft zeven dagen. Vind ik wel dat ik zes en een halve dag van ben. Ja. En als, ik dan bij elkaar, als je die uren bij elkaar optelt dat ik niet van ben, is het of mijn persoonlijke ja. issues. Of je irriteert me. Ja. Maar dan komen we er alsnog uit. Dus weet, weet, je, weet je wat ik daarmee bedoel? Ben je leuk om mee te gaan? Bijvoorbeeld als, ik, uh, als de vraag zou zijn, hoe ben ik om mee te gaan in een relatie? Dan zou ik zeggen, uh, uh, leuk sowieso. Maar ik zou niet als eerst leuk zeggen, maar ik zou als eerst zeggen, oh ik ben iemand waarop je kan bouwen. Ik ben, echt, ik ben iemand waarop je kan bouwen. Dat zou het eerste bij mij naar boven komen. Natuurlijk ben ik ook ergens leuk. Dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel. ook oh, ben jij leuk okay. in een relatie? Mm -hmm. Dus is dat, is dat eerst wat maar je opnoemt? Is dat? dat is zo breed. Kan je op mij bouwen? Ja, ik heb je rug. Ik nee. ben loyaal. Ja, dat is alles wat je, opnoem, wat je okay, opnoemt. Ja. Ja, en zo. guess what? Ook dat is niet vanzelfsprekend. Want soms is okay. fun genoeg in een relatie. Tenminste, la, uh, laat die fan uh, mensen denken: oh, dit loopt goed. Totdat nee. de real life issues op tafel nee, komen. Ja, maar dat zeg ik net. Fan ja, is leuk. Die leuke dagen zijn makkelijk. Maar nou, wat op die dagen ja. als je beef hebt. Daar, daar kan je echt zien hoe die relatie gaat. Precies, wat, wat het waard is. Ja. Ja. Hoe lossen we dat op? Ja. Je hebt het nu over bief, maar ik heb het over dingen waar je geen controle over hebt. Dus life, life, life issues die je life overkomen: what? financieel, dood, verdriet, ziektes okay. en al dat soort dingen. Hoe opereert je partner dan? Precies. Sabi? Mm -hmm. uh, want dan weet je wat je aan iemand hebt. Klopt. Uh, when life hits you. Klopt. Dus dat, toch? Mm -hmm. Heel diep probeer ik het zomaar te maken. Nee, maar maar is ik vind dat zo. belangrijk. Ik vind ja. dat belangrijk. Uh, in een relatie hoor. Als het niet om een relatie gaat, hey, een en al van. Mm -hmm. One night stands zo zo fun, maak je niet drukken. Fun, to the fullest. Right. <laughs> ja. Nee, oké, okay. mooi. En ik wens je nog een hele leuke tijd in de relatie en zo in je life. Ik zei het al, je bent al, ik ging langer dan tien jaar terug. Die pokken die me opviel bij jou. Ja. Yeah. En nog steeds aan het knallen. Ik vind je dope, Aisha. Die nieuwe single van jou, gaan we even hier pushen. Hoe heet die? Je hebt No Time. Mhm. Mm Augustus gekomen ja en met Hansie ja met Hansie en Kene ja. Ja. ja en je hebt uh, wat het is die komt die is vlak voordat dit uitgezonden wordt uitge... oké okay, die kan je dus nu al checken ga dat doen wat support deze Sisa je weet uh, we supporten iedereen die hier uh, komt en uh, die kwetsbare positie inneemt om gewoon even over de liefde te praten want tori is niemand hier is de expert maar door al onze ervaringen en kennis en onzekerheden ja zijn we vanzelf expert juist ja, je leert elke dag iets nieuws toch toch dus ik waardeer dat je hier bent geweest uh, waar kunnen we je volgen uh, namelijk instagram i'm Aisha facebook i'm badge snapchat i'm ishabet hoe heet dat ding? TikTok. Hoe heet dat ding? Je zit er niet zo vaak op. Ik ben sinds kort ook op TikTok, by the way. Geen dansjes, hoef je van mij te verwachten. Doe je dansjes? Ik ga, ik ga straks een maken. Oké, okay, ik ga no checken. Time. <laughs> ik ga nee, checken. Ik moet hem nog bedenken en dan misschien post ik hem morgen. Oké, okay, oké. Okay. ja nou, Ik kopieer dat dansje, want ik ben pas op TikTok. En ik zie, het is de bedoeling ja. dat je eigenlijk alles nadoet en dat soort dingen. Want ja. ik dacht, wat voor oncreatieve platform is dit? Maar het is de bedoeling. Nee, is, leuk, hè. Is, leuk, ja. is leuk, is leuk is leuk, inderdaad, ja. Ik zei het al, ik ben ook op TikTok, volg me dan ook. Uh, Love Line, Loveline, Love Loveline op Facebook, Gilly's Love Loveline op YouTube en op Instagram at Gilly Oh, trouwens, op Facebook ben ik geen I Am Aisha Badge, I Am Aisha Music, grapje. I Am Aisha Music. Mm -hmm. En mijn album komt dit jaar. Weet je wel hoe het gaat eten? Goed, ja. Dan is er al genoeg gezegd. <laughs> like I always say. If it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Yeah.